De persadvocaat van Michael Schumacher heeft van zich laten horen sinds hele lange tijd. Red Bull twijfelt nog een beetje, ondanks dat de straf voor het overtreden van de budgetcap is afgelopen. En Perez wordt nogmaals door het slijk gehaald door een voormalig Formule 1-coureur. Mijn naam is Joris Mosterdijk en in deze nieuwe video van Racing News 365 zijn dit de dingen die we gaan bespreken. Ga er maar even goed voor zitten. Michael Schumacher is een van de beste Formule 1-coureurs uit de geschiedenis. De Duitser boekte zijn grootste successen bij Benetton en Ferrari. En kwam uit op 91 zeges en 7 wereldtitels. Na een korte break sloot hij de laatste drie jaar van zijn actieve carrière af bij Mercedes. Een jaar later, op 29 december 2013, sloeg het noodlot toe tijdens een skivakantie. Uh, Schumacher liep ernstig hoofdletsel op en moest meerdere zware operaties ondergaan. Daarna is er weinig informatie over zijn gezondheidstoestand naar buiten gebracht. Behalve dat hij niet meer in een kunstmatige coma werd gehouden. Felix Dam, de persadvocaat van de familie, onthult in een interview met LTO dat er wel degelijk is overwogen om meer te delen. Uh, het ging altijd om het beschermen van zijn privéleven, vertelt Dam. Natuurlijk hebben we veel besproken over hoe we dat vorm gingen geven. Dus dachten we ook na over de vraag of een eindrapport over de gezondheidstoestand van Michael de juiste manier zou kunnen zijn om dit te doen. Maar dat zou niet het einde van het verhaal zijn geweest. Dan vervolgt zijn betoog door te stellen dat de aandacht dan te groot zou worden. Nou, de personen die het betreft, gaat het niet lukken om de media te beheersen. Ze zouden zo'n bericht keer op keer kunnen oppikken en vragen, hoe ziet het er nu uit? 1, twee, drie maanden of zelfs jaren na het bericht. En als we dan actie zouden willen ondernemen tegen deze berichtgeving, zouden we te maken krijgen met het argument van vrijwillige zelfopenstelling. Ik ben verbaasd over hoeveel mediaberichten er geschreven worden zonder betrouwbare informatie. Hij snapt ook heel goed dat fans meer informatie zouden willen zien, maar hij weet ook dat veel fans respect hebben voor het feit dat het ongeval een proces in gang heeft gezet waarin bescherming van de privacy noodzakelijk is en continu wordt gewaarborgd. De Grand Prix van Mexico had het moment moeten zijn voor Sergio Perez. Had Checo een goed resultaat weten te behalen tijdens zijn thuisrace en daarmee zijn reeks slechte resultaten achter zich kunnen laten, dan had hij zijn critici de mond gesnoerd en met een schone lei kunnen beginnen. Maar helaas voor Perez ging die vlieger niet op. De Red bull coureur startte vanaf de vijfde plaats en kwam enorm goed weg. Al vrij snel was het drie dik richting bocht één samen met Charles Leclerc en Max Verstappen. Bij het insturen voor de bocht raakten Perez en Leclerc elkaar, waarna Perez's RBN. De lucht inging en op de uitloopstrook belandde. Hij kon terug naar de pits rijden, maar kon zijn weg helaas niet meer vervolgen. Voormalig F1-coureur Martin Brundle wijst één persoon als schuldige aan voor het incident in bocht 1. De Mexicaan zelf. Verstappen boekte opnieuw een verpletterende en recordbrekende overwinning. Hij overleefde twee starts, inclusief de 800 meter lange drekrace, richting bocht 1. Hij had daarmee een duidelijk antwoord op alle actie die zich achter hem afspeelde, en haalde zijn 16e overwinning van het seizoen binnen. De Brit vindt het jammer dat Perez zijn race vroegtijdig eindigde, zo vertelt hij. Ja, voor het verloop van de race had de eerste bocht niet veel slechter kunnen zijn. Verstappen baande zich een weg langs beide Ferraris en zijn teamgenoot Perez, die voor zijn enorm patriotische en verwachtingsvolle thuispubliek, struikelde over zijn eigen start. Perez deed alles goed tot aan bocht 1. Vanaf de vijfde plaats op de grid maakte hij een geweldige start. Hij dook in de slipstream, schatte het gat perfect in... en vervolgde zijn weg op de schone, brede racelijn. En hoewel Helmut Marco zegt dat Perez een contract heeft... en volgend jaar ook gewoon een stoeltje bezit... hoe groot schat jij die kans dat Perez ook volgend jaar mag plaatsnemen in de RB20... Laat het hieronder weten in de comments. In 2022 ontstond er een heuse rel rondom Red Bull. Het team uit Milton Keynes had een jaar eerder, in het eerste kampioensjaar van Max Verstappen, de budgetlimiet overschreden en kreeg een fixe straf van de FIA. Red Bull moest 7 miljoen dollar neertellen. en kreeg 10% minder tijd in de windtunnel. en voor computersimulaties. Op 26 oktober 2023 was de straf voorbij. Maar volgens teambaas Christian Horner is het nog een vraagteken. in hoeverre het probleem ook daadwerkelijk voorbij is. We hebben de volledige impact van de straf nog niet gezien. begint Horner zijn verhaal tegenover onder andere Racing News 365. Het heeft duidelijk invloed gehad op de ontwikkelingstijd. die we dit jaar hebben kunnen inzetten. Gelukkig. Begonnen we met een sterke auto aan het seizoen. en konden we het overgrote deel van de tijd in volgend seizoen steken? Horner is blij met hoe de regels rondom de budgetlimiet nu worden gehanteerd. Ik denk dat de regel evolueert. Het blijft een ingewikkeld verhaal. maar de mate van nauwkeurigheid van de FIA is fenomenaal. Ze hebben ons de gehele zomer gescreend en gecontroleerd. en ik denk dat de FIA daar ook weer lering uit heeft getrokken. En we staan natuurlijk aan de vooravond van de Grand Prix van Brazilië. Vorig jaar won George Russell hem en was Mercedes IJzersterk. Hoe denk jij dat de verhoudingen dit jaar gaan zijn? Laat het weten in de comments. En hou dit kanaal in de gaten voor meer content rond de Grand Prix van Brazilië.